Hallo, ik ben hier bij Lokaal in Gent. En dat is een van de handelaars die aangesloten zijn bij Enchanté. En ik ga die vandaag eens kleurrijk in de bloemetjes zetten. Voilà, dat is klaar. Arno, de eigenaar, is onderweg naar hier. Die weet van niks. Ik hoop dat hem content is. Hallo. Ah, goedendag. Ja. Jij bent Arno. Ja, dat klopt, ja. Enchanté heeft een prijs gewonnen. De Ultima voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. En ze hebben eigenlijk jullie als handelaar, als uithangbord naar voren gedragen om de vitrine te komen versieren als dank. Ja, dat is keischoon. En wat vind je zo schoon aan het idee van Enchanté? Het menselijke aspect. En een manier om iedereen de kans te bieden om gewoon hetgeen wat wij klaarmaken ook gewoon te kunnen consumeren. En wordt daar veel gebruik van gemaakt? Toch wel eigenlijk, ja. Ik merk ook wel door corona dat veel mensen het lastiger hebben. Allee, of moeilijker hebben, financieel dan. Ja, wij doen dat ook gewoon omdat we het graag doen, omdat we mensen hier graag ontvangen eigenlijk. Dus of dat nu iemand is met geld of geen geld, dat maakt mij echt niks uit. Zou je het dan aan andere handelaars aanraden om het ook te doen? Sowieso, ja. Het is mooi om te zien hoe dat elk jaar het wel gewoon verruimt en dat de lijst met de mensen die dingen aanbieden altijd maar langer wordt. Haalt je er zelf veel voldoening uit? Voor mij is dit mijn manier om de wereld gewoon een beetje mooier te maken. En dan Enchanté past daar perfect bij eigenlijk. Ja. Mijn hart wordt daar gewoon warm van als je zo mensen kunt helpen die het gewoon moeilijk hebben. Super dikke proficiat. En merci. Merci voor de mooie raam. Graag gedaan. Nog superveel succes. En ik kom hier een keer een koffie betalen dan. Dat is goed. Salut, hè. Merci, hè.